De maand mei die is zonnig en droog afgesloten. Maar het was helemaal geen droge maand. En ook een maand die heel erg koud was. Want als we kijken naar de gemiddelde temperatuur, dan kwam mei in de beeld op 11,2 graden uit. En daarmee was de maand ruim 2 graden te koud. En dan hadden we de koudste meimaand sinds 2010. Ook de zon die scheen niet zo heel veel. De afgelopen dagen die zo zonnig waren, hebben het nog een beetje op te weten. Krikken tot 200 uur gemiddeld over het land. Normaal schijnt de zon 25 uur meer. En het was ontzettend nat. Slechts 2 keer is mei nog natter verlopen dan dit jaar. Alleen in 1983 en in 1923. Er viel bijna 2 keer zoveel regen als normaal. En als we kijken naar de bijzondere dingen die deze maand zijn voorgekomen, dan hadden we eerst nog heel veel frisse nachten. Begin mei vroeg nog een aantal keer. Min 2 op de derde in Limburg. En daarna hadden we zelfs nog een keer sneeuw. 2 centimeter lag er op 7 mei op sommige plaatsen in Brabant. En dat is sinds 1981 niet meer voorgekomen. En verder hadden we daarna wat hogere temperaturen. 2 dagen later werd het in Limburg alweer bijna 28 graden. Dat was dan de warmste dag van de maand. Daarna ging het weer bergafwaarts met soms zware buien. Bijvoorbeeld in Friesland waar een hele maansom aan regen viel in 1 dag. En uiteindelijk kwam het ook nog eens tot een storm. De tweede lentestorm alweer met in IJmuiden windkracht 9. En de maand werd afgesloten met een heuse windhoos plaatselijk in Twente. Met daar ook behoorlijk wat schade in sommige gebieden. Voor alle details over de afgelopen meimaand, kijk dan op weer.nl.